ben Ava Eva, ik ben 26 jaar en ik woon in Brussel, maar ik ben eigenlijk in Limburg opgegroeid. En ik draai nu 2 jaar ongeveer, denk ik. We zijn vandaag in de Serre, omdat ja, het ligt in Limburg en ik ben wel echt altijd trots om van hier te komen. En ook ja, hier is het al een beetje begonnen. Mijn eerste gig was hier in het Begijnhof. En het is toch wel leuk dat ze zo al die jonge mensen kansen geven om ja, aan het werk te gaan in de culturele sector. En mij ook die kans hebben gegeven, dus ik ben er echt super dankbaar voor. En ze zijn vandaag 3 jaar geworden, 3,5 jaar zelfs. Dus ze hebben mij dan gevraagd om te komen draaien. En, zal ik zeker zitten. Mijn naam, mijn DJ-naam, Eva, is eigenlijk mijn tweede naam op mijn paspoort. Mijn ouders konden niet echt kiezen hoe ze mij wilden noemen, maar mijn echte naam is ja, Kaatje. Dus vandaar Eva. En als ik zo op het internet nog wat verder aan het zoeken en dan Eva heet in het Perzisch is dat Ava en Ava is dan melodie. Dus Ava in het Perzisch is melodie. Ik vond dat dat goed klonk, schreef goed, dus ik dacht, go with it. Het gaat heel snel ineens, want inderdaad, ik speel nog maar 2 jaar ondertussen. En ik ben zelf ook altijd heel verrast als ik de vraag krijg, wil je daar of daar spelen? Dan denk ik, wow, hoe kan dat ineens? Allee, het is wel echt leuk dat mensen het goed vinden wat ik doe. En ik ben zelf ook altijd wel vrij content na een set, zeker als ik mensen zo heb zien dansen. Maar ja, het gaat inderdaad snel en ik blijf gewoon verder gaan. Ik zie wel waar het mij brengt. Ik ben beginnen draaien omdat ik vond het altijd leuk om op feestjes, als ik muziek opzette, mensen zich te zien amuseren. Of als mensen zeiden van, oh, een plaat in je afspeellijst gevonden. En dat gaf me altijd wel een fijn gevoel. Maar ik heb wel vooral op mezelf leren draaien. Vooral via YouTube. En hier en daar wist ik wel de basics van hoe het een beetje werkte. Maar het is niet dat iemand mij het heeft echt geleerd of zo. Dus, wat ik het liefste doe is natuurlijk mensen gewoon aan het dansen brengen. Dat klinkt super cliché, maar ik geniet er super hard van. Omdat ik net ineens op veel plaatsen geboekt word, maakt dat ik misschien iets sneller in de picture geraakt ben. En ook al een hele mooie kans heb gekregen, ben ik kort Pukkelpop. Core Festival volgende week. Ik denk dat mensen mij gewoon zien verschijnen op social media of zo en dat ik daarom ook zo hier beland ben. Ja, ik ben van Limburg, dus voor mij is Pukkelpop natuurlijk. Ja, ik ging daar al echt naartoe vanaf mijn 17e of zo. Dus om daar nu te mogen staan is echt. Ja, ik kan het soms nog niet geloven. Soms s'avonds denk ik, ik wil op Pukkelpop draaien. Maar daar komen natuurlijk ook super veel vrienden kijken. Dus ik denk dat het ook wel gewoon een groot vriendenfeest gaat worden en daar probeer ik mijn zenuwen een beetje mee te beperken. Dat het wel gewoon ook leuk gaat zijn om iedereen daar te zien dansen. Heel veel volk dat speciaal af wilt komen, wat ik echt super lief vind, dus ik kijk er al naar uit.